Klassenreunie, een spel van Tuuk Buitenhuis naar Fred Ulmens' novelle Reunion. Regie Ad Leupler. Heren, doorwerk alsjeblieft. Aandacht bij het werk. Ja, binnen. Ach, komt u binnen, professor. Goh, een nieuwe. En wat voor een. Duur pak, lange broek. Vast een Engels pak. Wilt u even naar voren komen? Mag ik uw naam, voornaam, geboortedatum en adres, alsjeblieft? Graaf van Hohenveld, Konradin, geboren 19 januari 1916, Kasteel Hohenveld, Württemberg. Ga daar maar zitten, voorgang Schwartz. Die tafel is vrij. Vanaf dat moment was ik en de hele klas met mij door hem gefascineerd. Eén ding stond vrijwel onmiddellijk voor mij als een paal boven water. Konradin von Hohenvels moest en zou mijn vriend worden. Ik zag wel niet hoe dat kon gebeuren. Hij, een zoon uit een van de oudste en voornaamste adellijke families van Duitsland. En ik, de zoon van een Joodse arts. Kleinzoon en achterkleinzoon van een rabbi. Het uiterlijk en ook elke beweging van de nieuweling boeide me. Zijn lange rijzige gestalte, zijn blonde haar, zijn wat hooghartige glimlach, zijn goed verzorgde blanke handen. Hoe zou ik erin kunnen slagen zijn aandacht te trekken? Ik begon me uit te sloven, vooral tijdens de literatuurlessen en op de wekelijkse gymnastiekles. Ik oordeelde en discussieerde over de werken van Duitse en Franse schrijvers. Ik noemde Heine een dichter voor handelsreizigers en vond Hölderlin de grootste Duitse dichter, groter nog dan Goethe. De leraren waren blij en verrukt met mijn prestaties en belangstelling. Ik declameerde en verklaarde Faust en Hamlet. En na een bijna levensgevaarlijke topprestatie tijdens de gymnastiekles voelde ik zijn blik op mij gericht. Een paar dagen later nam ik wat Griekse munten mee naar school. Ik spaarde ze al vanaf mijn 12e. Ik deed alsof ik ze door een vergrootglas bestudeerde toen Konradin de klas binnentrad. Morgen, Hans. Morgen. Wat voor munten heb je daar? Mag ik eens kijken? Ik heb ook een verzameling. Ah, Griekse. Corinthische zilveren drachmen en dit is de kop van Alexander de Grote. Ja, en hier een uil van Pallas Athene. Ja, die uil heb ik ook, ja. Maar Alexander de Grote heb ik niet, nee. Heren, aandacht alsjeblieft. De les begint. Drie dagen later, 15 maart, liep ik van school naar huis. Het was een mooie, zachte voorjaarsmiddag. De amandelbomen bloeiden, de krokussen waren uit. De hemel zag pastelblauw en zeegroen. Ik zag Konradin voor me uitlopen. Hij leek op iemand te wachten. Ik liep wat langzamer, maar moest hem tenslotte toch inhalen, zonder belachelijk te lijken. Hallo Hans, ga je naar huis? Loop je een eentje met me op? Ja, natuurlijk. Heel graag. En wen je al een beetje aan de school? Hoe vind je het bij ons? Oh, dat gaat wel. Het is nog wel wat vreemd. Ja. Ik had altijd een huisleraar. Maar mijn vader vond het nu toch beter dat ik met leeftijdgenoten optrok. Zo praten we nog wat. En toen we afscheid genomen hadden, rende ik opgewonden naar huis. Ik had de grootste moeite niet aan mijn ouders te vertellen hoe gelukkig ik was. Later kwam de reactie. Ik was bang voor de volgende ochtend. Misschien was hij het wel weer vergeten. Of had hij er spijt van. Misschien had hij zijn ouders wat verteld en hadden die hem verboden met een Jood aan te pappen. Al mijn angsten bleken ongegrond.
Conradin was de vriendelijkheid zelf. En de daaropvolgende maanden werden de gelukkigste van mijn leven. Op weekends trokken Conradin en ik de Zwabische heuvels in. Wandelden door middeleeuwse stadjes met de oude fonteinen. Hoog op pilaren gebouwd en omringd door waterspuwende monsters. Zwabische hertogen en graven keken zwaar bewapend en besnort op ons neer. Zoals Eberhard de geliefde en Ulrich de verschrikkelijke. De lieflijke Neckar stroomde langs begroeide eilandjes. Alles ademde vrede, vertrouwen in het heden en hoop op de toekomst. We namen dan een stoptrein en logeerden in een van de oude, met donker hout betimmerde logementen, waar je sliep in een goedkope schone kamer, uitstekend at en de wijn van de streek dronk. Soms liepen we tot aan de toppen van de bergen en in blauwe gevechten zagen we het dal van de snelstromende Rijn, de lavendelblauwe Vogezen en de spits van de kathedraal van Straatsburg. Dan weer kozen we de Hekau met de 7 uitgebluste vulkanen of het Bodenmeer, het dromerigste van alle meren. We gingen naar Hohenstaufen, naar Teck en naar Hohenfels. Vlakbij lag Tübingen, waar Hölderlin Hyperion, de dichter die we het meest bewonderden, 36 jaar van zijn leven geestesziek had gewoond. En drukt vond in Gutteren, gedreven door de goden. We reciteerden ons geliefde gedicht, die Heimat. Vroo keert de Schieferheim aan den stillen stroom van fernen inseln, hoe er geerntet had. Wohl möcht auch ich zur Heimat wieder, aber was hab ich, wie leid, geerntet? Ihr holden Ufer, die ihr mich auferzogt, stiehlt ihr der liebe Leiden? Ach, gebt ihr mir, ihr Wälder meiner Kindheit, wann ich komme, die Ruhe noch einmal wieder. De tijd ging voorbij. Niets verstoorde onze vriendschap. Van buiten onze tovercirkel drongen geruchten over politieke onrust door. Maar dat was zo ver weg. In Berlijn, waar rellen werden gemeld tussen nazi's en communisten. Ook bij ons deden zich wel kleine incidenten voor. Swastika's verschenen op muren. En een Joodse ingezetene werd gemolesteerd. Maar restaurants en cafés zaten stampvol. Het was warm. De mensen bespraken hun komende zomervakanties. Mijn ouders hadden het over Zwitserland en Conradin vertelde dat hij met zijn ouders naar Sicilië ging. Wij kenden geen zorgen. Politiek was iets voor volwassenen. Wij hadden onze eigen problemen. En het dringendste probleem was hoe we ons leven een doel konden geven en wat dit doel kon zijn te midden van die beangstigende en onmetelijke kosmos. Het waren vragen van eeuwige betekenis. Veel belangrijker voor ons dan het bestaan van belachelijke figuren als Hitler en Mussolini. Mijn vader sprak nooit met mij over godsdienst. En ik mocht geloven wat ik wilde. Ik hoorde me tegen mijn moeder zeggen dat hij wel geloofde dat er in de geschiedenis een Jezus had bestaan, een Joodse zedeleraar van grote wijsheid en goedheid, een profeet zoals Jeremia, maar dat hij onmogelijk kon begrijpen dat Jezus de Zoon God zou zijn. Hij vond het een godslasterlijke en weerzinwekkende overtuiging dat een almachtige God lijdzaam zou toezien dat zijn zoon een bittere, langzame dood aan het kruis stierf. Een goddelijke vader die niet zoals een menselijke vader zijn kind te hulp zou snellen. Wat mijn moeder betreft, ze was volkomen tevreden met de verwarde toestand waarin ze in dit opzicht verkeerde. Ze ging op Grote Verzoendag naar de synagoge
en zong met Kerstmis Stille Nacht, Heilige Nacht onder de kerstboom. Toen ik een kind was, leerde ze me kindergebedjes, waarin ik God vroeg me te helpen, lief voor mijn papi en mami te zijn en voor de kat. Zo groeide ik op met mijn eigen ideeën over God en godsdienst. Ik geloofde niet stellig in en ik twijfelde ook niet ernstig aan het bestaan van een goedwillende meester over het heelal, waarin onze wereld het middelpunt zou zijn en wij, Joden en Christenen, Gods meest beminde kinderen. We hadden buren, een familie met 3 kinderen. 2 meisjes van 4 en 7 en een jongen van 12. Ik kende ze niet heel goed. Het leeftijdsverschil was te groot. Maar ik zag ze vaak spelen en schommelen in de tuin. Op een avond, toen de ouders uit waren en het dienstmeisje even een boodschap deed, brandde het houten huis af. De kinderen kwamen om in de vlammenzee. Ik zag de brand niet en hoorde ook niet het gegil van het meisje en de moeder. Pas de volgende dag zag ik de zwart geblakerde muren, de verbrande poppen en de verkoolde touwen van de schommel. Dit schokte me, zoals ik nog nooit door iets geschokt was. Ik had gelezen over aardbevingen waarbij duizenden omkwamen, over lavastromen die dorpen bedolven, over oceanen die eilanden verzwolgen. Ik wist dat er 1 miljoen soldaten bij Verdun gesneuveld waren. Maar dat waren abstracties, cijfers, statistieken, informatie. Je kon geen verdriet hebben om 1 miljoen mensen. Maar deze 3 kinderen kende ik. Dat was heel iets anders. Wat hadden ze gedaan? Wat hadden die arme vader en moeder gedaan om dit te verdienen? Heftige, wanhopige gesprekken met Konradin volgden hierover. Eens en voor altijd zeg ik je dat ik na dit vreselijke niet meer kan geloven in een almachtig opperwezen. Wat hebben die kleine kinderen en die mensen gedaan om dit te verdienen? Als er dan al een god zou bestaan, dan is het een monster als hij over macht beschikt. En volkomen nutteloos als hij geen macht heeft. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is. Ik heb er ook geen verklaring voor. Toch geloof ik wel dat er een antwoord is. Alleen, wij zijn veel te jong en te onervaren om dit antwoord te geven. Zulke rampen zijn al miljoenen jaren voorgevallen. En mensen met veel meer wijsheid en veel intelligenter dan wij hebben er verklaringen voor gevonden. Wij moeten hun wijsheid aanvaarden in nederigheid. Zo denk ik er helemaal niet over. Dat vind ik belachelijk. Kan me niks schelen wat al die oude kletsmeijers te vertellen hebben. Er is geen enkele, maar dan ook geen enkele verklaring of excuus te vinden waarom 2 kleine meisjes en een jongetje zo nodig zouden moeten verbranden. Hoor je ze dan niet gillen? Zie je het niet voor je ogen gebeuren? Als je dat wil goed praten, dan komt dat alleen maar omdat je niet sterk genoeg bent om zonder God te leven. Wat heeft zo'n machteloze, meedogenloze God voor zin? Voor jou of voor mij? Hoe stel je dat dan voor? Een god hoog in de wolken die ziekte, hongersnood en oorlogen uitstrooit. Ik kan er ook geen rationele verklaring voor geven, maar ik vraag het wel aan de dominee. Doe maar. Ik heb het hem gevraagd. En ik ben toch wel gerustgesteld. Ik heb hem verteld wat je zei en hij zegt dat je praat naar je wijs bent. Je bent nog maar een schooljongen met een onvolwassen en ongeoefende geest. En hij zei dat ik niet naar zulke godslasterlijke taal moet luisteren. De dominee had op al mijn vragen een volledig en heel bevredigend antwoord. Misschien heb je hem niet goed begrepen. Of kun je het mij niet uitleggen? In elk geval, mij maak je niet wijzer. Je overtuigt me niet. We moeten er dan maar over ophouden. Ik lees op het ogenblik een boek over lichtjaren. Hemellichamen. Zonnen die duizenden malen groter zijn dan onze zon. Over miljoenen, biljoenen sterren. Planeten die duizenden malen groter zijn dan Mars en Venus, Jupiter en Saturnus. Ik realiseer me voor het eerst dat ik een stofje ben en dat onze aarde niet meer is dan een kiezelsteen op een strand met miljoenen van deze steentjes. Maar dat kan geen god zijn. Hoe kan ik belangstelling hebben voor wat er op al die hemellichamen gebeurt? Wat moet je met je leven doen? Wat moet je doen met dit waardeloze en tegelijkertijd unieke en waardevolle leven?
Zo discussieerden we dagelijks. En dit was maar één van de onderwerpen die we uitplozen. Boeken, poëzie, beeldende kunst, de invloed van het late impressionisme of het expressionisme, schouwburg, opera. Over onze ouders spraken we weinig. Die behoorden tot een andere wereld. Ze zouden ons immers niet begrijpen of weigeren ons serieus te nemen. Conradin wist dat mijn vader arts was en ik wist dat zijn vader ambassadeur in Turkije en Brazilië was geweest. We waren nooit bij elkaar thuis geweest. We waren er ook niet nieuwsgierig naar. We discussieerden tijdens onze wandelingen, rustten uit op een bankje of schuilden voor de regen in een portiek. Toen we op een dag even voor mijn huis stonden te praten, bedacht ik plotseling dat Conradin nog nooit mijn kamer, mijn boeken en mijn verzamelingen had gezien. En ineens zei ik... Waarom ga je niet even mee naar binnen? Ja. En zo kwam hij in mijn huis. Mijn wereld. Mijn kamer op de tweede verdieping met reproducties van Cézanne en van Gogh. Mijn boeken, de Duitse klassieken, Schiller, Kleist, Goethe, Hölderlin, ook Shakespeare, Baudelaire, Balzac, Flaubert, Stendhal, Dostoevsky, Tolstoy en Gogol. Mijn verzameling stenen, een leeuwentand, een klauw van een tijger. Dit was mijn wereld, waarin ik mij zeker en veilig voelde. En die eeuwig zou duren. Natuurlijk, ik kon mijn voorouders niet opsporen tot aan Barbarossa. Welke Jood kon dat wel? Maar ik wist dat het geslacht Schwarz minstens 2 eeuwen in Stuttgart had gewoond. Misschien wel langer. Wie weet waar ze vandaan gekomen waren. Kiev, Vilna, Toledo of Valladolid. Misschien waren ze hier wel eerder geweest dan de Hohenfels. Al die vragen waren uiteindelijk onbelangrijk. Ik wist dat dit mijn land, mijn huis was. En dat het Joods zijn in wezen onbelangrijk was. In de allereerste plaats waren we Zwaben, dan Duitsers en tenslotte Joden. Ik kon en zou nooit ontkennen dat ik Joods bloed had. Maar dit betekende alleen maar dat mijn moeder 1 keer per jaar op Grote Verzoendag naar de synagoge ging. En mijn vader dan niet rookte of reisde, omdat hij anderen niet wilde kwetsen. Ik herinner me nog een heftige discussie tussen mijn vader en een sionist die geld kwam inzamelen voor Israël. Mijn vader verafschuwde het sionisme. Hij vond het waanzin. Het gesprek verliep ongeveer aldus. Het is toch belachelijk om na 2000 jaar Palestina op te eisen. Dan kunnen de Italianen Duitsland wel bezetten omdat dat ooit bezet is geweest door de Romeinen. Dat leidt alleen maar tot eindeloze oorlogen en bloedvergieten. En de Joden krijgen de hele Arabische wereld tegenover zich. Bovendien, wat heb ik als Stuttgarter te maken met Jeruzalem? En wat denkt u dan van Hitler en van de nazi's? Schokt dat uw vertrouwen niet? Niet in het minst. Ik ken mijn Duitsland. Dit is een tijdelijke ziekte. Dit gaat voorbij zodra de economische situatie verbetert. Denkt u nou heus dat landgenoten van Goethe, Schiller, Kant en Beethoven in die onzin kunnen geloven? En hoe durft u de nagedachtenis van de 12.000 Joden die voor ons land, voor onze heimat, gesneuveld zijn, te beledigen? U bent een typische assimilant. Jazeker, dat ben ik. En wat is daar verkeerd aan? Ik wil me identificeren met Duitsland. Als ik ervan overtuigd was dat de totale absorptie van de Joden door de Duitsers een blijvende winst voor Duitsland zou zijn, dan zou ik dat toejuichen. Maar ik heb mijn twijfels. Ik geloof namelijk dat Joden, doordat ze zich niet helemaal integreren, als katalysators functioneren en de Duitse cultuur verrijken en stimuleren zoals ze dat in het verleden hebben gedaan. Dit was meer dan de sionist kon verdragen. Hij tikte tegen zijn voorhoofd. Helemaal me schokken. Ik ga weg. Die
man is gewoon een verrader. Ik ben tweemaal gewond geweest in 1418 en ik ben bereid onmiddellijk weer dienst te nemen. Mijn moeder had het veel te druk om zich bezig te houden met nazi's, communisten of ander onplezierig volk. En als mijn vader al geen twijfels had of hij een Duitser was, dan had mijn moeder die nog minder. Ze kwam uit Nuremberg, waar haar vader, een advocaat, geboren was. En ze had nog een licht accent van die streek. Eenmaal per week had ze een dameskransje met haar vriendinnen. Vrouwen van artsen, van advocaten, van bankiers. En dan snoepte ze van zelfgemaakte chocoladecake met slagzanen. Dronken eindeloos kopjes koffie en babbelde over hun dienstmeisjes, familieproblemen en toneelstukken die ze gezien hadden. Eenmaal in de 14 dagen ging ze naar de opera en eenmaal per maand naar het theater. Ze las weinig. Zo nu en dan kwam ze in mijn kamer, keek verlangend naar mijn boeken, stofte ze af en zette ze terug op hun plaats. Ze vroeg me wel hoe of het op school ging en dan antwoordde ik kortaf, goed. Dan nam ze een paar sokken mee die gestopt moesten worden. Wasgoed dat schoon moest. Of een paar schoenen voor de schoenmaker. Ik wilde Konradin rechtstreeks mee naar boven nemen, naar mijn kamer. Ik had geen zin om hem voor te stellen aan mijn moeder. Waarschijnlijk, en ik schaam me er nu nog over, vond ik mijn ouders niet deftig genoeg. Bijna kreeg ik een hekel aan Konradin, omdat hij me dat gevoel gaf. Net toen we bij de trap waren, riep mijn moeder me. En toen moest ik hem wel voorstellen. We gingen de huiskamer binnen. Een heel gezellig vertrek met het zware eikenmeubilair, de blauwe maïsenborden en de hoge wijnglazen. Mijn moeder zat in de serre achter het theeblad sokken te stoppen. En ze was absoluut niet verbaasd ons te zien. Moeder, dit is Konradin van Hohenfels. Dag Konradin, hoe gaat het? Ik ben blij dat je ons eens op komt zoeken. Dag, mevrouw Schwartz. Hoe maakt u het? Ga zitten, jongens. Ja. Willen jullie thee? Mm. Graag. Druk gehad op school? Nou, dat ging nogal vandaag. We hadden gymnastiek en vanochtend geschiedenis. Dat is een heerlijk vak. Daar kun je zo prettig luisteren. Ja. Weet jij al naar welke universiteit je gaat, na je eindexamen? Ik denk naar Göttingen, mevrouw. Hans zal wel medicijnen gaan studeren, net als zijn vader. Of misschien letteren. Ja. Heb jij al een keuze gemaakt, Konradin? Ik weet het nog niet precies, mevrouw. Misschien wel geschiedenis. Na de thee gingen we naar boven. En ik liet hem al mijn schatten zien. Mijn boeken, mijn muntenverzameling. En de Romeinse tegel met de inscriptie Leg 11. Plotseling hoorde ik de voetstappen van mijn vader naar mijn kamer komen. Dit was in geen maanden gebeurd. En voordat ik tijd had hen aan elkaar voor te stellen. Achternaam, dokter Schwartz. Het is mijn grote eer, heer Graaf, een afstammeling van zo'n doorluchtige familie onder mijn dak te mogen ontvangen. Ik heb nooit de eer gehad uw vader te ontmoeten, maar ik ken veel van zijn vrienden. Met name baron van Klumpf, die het commando voerde over het tweede escadron van het eerste regiment Huzaren. Ridder van Trompeda, van de Huzaren en Putzi van Griemelshausen, bekend als Bouts. Oh, uw vader zal u stellig verteld hebben over Bouts, die een boezemvriend van de kroonprins was. Bouts heeft mij verteld dat zijn keizerlijke hoogheid, wiens hoofdkwartier toen bij Charleroi lag, hem eens bij zich riep en tegen hem zei, Bouts, goede vriend, ik moet je vragen mij een genoegen te doen. Je kent Gretel, mijn chimpansee. Ze is nog maagd en heeft dringend behoefte aan een echtgenoot. Ik wil een huwelijk arrangeren waarvoor ik mijn hele staf zal uitnodigen. Pak de auto, reis door Duitsland en zoek een gezond, knap mannetje voor haar op. Oh. Bout klikte met zijn hakken en antwoordde, tot uw orders, keizerlijke hoogheid. Toen marcheerde hij weg, sprong in de Daimler van de kroonprins en trok van dierentuin naar dierentuin. 14 dagen later kwam hij terug met een reusachtige chimpansee genaamd Georg de Vijfde. Nou, het werd een geweldige bruiloft. Iedereen werd dronken van de champagne en Bouts kreeg het kruis met het eikenlof. Ja,
En dan heb ik nog een verhaal dat ik u moet vertellen. Op een keer zat Bout naast Hauptmann Brandt, die in het burgerlijk bestaan verzekeringsagent was, maar altijd probeerde koninklijker dan de koning te doen. Toen hij plotseling... En zo ging mijn vader door, tot hij zich tenslotte herinnerde dat er beneden patiënten op hem zaten te wachten. Ik hoop van harte, heer Graaf, dat mijn huis in de toekomst uw tweede thuis zal worden. Wilt u mijn eerbiedige groeten overbrengen aan meneer uw vader? Stralend van genoegen en trots knikte hij me toe en verliet het vertrek. Ik was geschokt, ontzet en voelde me allerellendigst. Zo bespottelijk had hij zich nog nooit gedragen. Al die idiote verhalen had ik nog nooit van hem gehoord. En dat hakkige klik voor een schooljongen. Voor de tweede maal in nog geen uur tijds had ik bijna een hekel aan mijn onschuldige vriend, die mijn vader alleen door zijn aanwezigheid had veranderd in een karikatuur van zichzelf. Ik had mijn vader altijd gerespecteerd om allerlei kwaliteiten die ik zelf miste. Om zijn moed, zijn heldere verstand, het gemak waarmee hij vrienden maakte en de wijze waarop hij zijn werk deed. En nu had hij dit beeld vernield en me alle reden gegeven me voor hem te schamen. Conradin had respect voor hem moeten hebben. En nu, dat hakkige klik, dat aangenaam heer Graaf. Hij zou nooit meer de oude voor me zijn. Ik zou hem nooit meer kunnen aankijken zonder een gevoel van schaamte en medelijden. En ik zou me schamen, omdat ik me schaamde. Ik beefde en kon mijn tranen nauwelijks bedwingen. Ik had maar één wens. Conradin nooit meer te hoeven zien. Maar hij moet begrepen hebben wat er in mij omging. Want hij bleef met zijn rug naar me toe mijn boeken bekijken. Als hij dat niet had gedaan, tegen me had gepraat of, nog erger, me had aangeraakt, dan zou ik hem een klap hebben gegeven. Hij had mijn vader beledigd en van mij een snop gemaakt die deze vernedering verdiende. Instinctief deed hij het juiste. Toen hij zich na een minuut of vijf omdraaide, kon ik door mijn tranen heen tegen hem glimlachen. 2 dagen later kwam hij ongevraagd terug, hing zijn jas op de kapstok en liep rechtstreeks door naar de huiskamer op zoek naar mijn moeder. Maar ze begroeten hem weer op dezelfde vriendelijke, rustige wijze. Keek nauwelijks op van haar bezigheden, precies als de eerste keer, alsof er een zoon van haar binnenkwam. We kregen koffie met strooiselkoeken en daarna verschenen regelmatig 3 of 4 keer per week. Hij voelde zich bij ons gelukkig en op zijn gemak. En alleen de vrees dat mijn vader weer malle verhalen zou gaan vertellen, bedierf mijn plezier. Maar die werd ook rustiger. Hij raakte gewend aan de aanwezigheid van de jongen en sprak hem tenslotte niet meer aan als heer Graaf, maar noemde hem gewoon Conradin. Ik verwachtte nu ook een uitnodiging van hem. Maar de dagen en weken gingen voorbij zonder dat dit gebeurde. Altijd weer bleven we staan voor het zware ijzerrijk met de 2 gieren die het wapenschild van de Hohenfels droegen, totdat hij afscheid nam en het pad met aan weerszijde de geurende oleanders opliep naar de hoofdingang. Elke dag groeide dit huis, dat de sleutel bevatte voor onze vriendschap, in belangrijkheid. Mijn verbeelding vulde het met schatten, vlaggen van verslagen vijanden, zwaarden van kruisvaarders, harnassen, lampen die eens hadden gebrand in Ispahan en Teheran. Maar de grenzen tussen Conradin en mij leken voor eeuwig vastgesteld. Ik kon het niet begrijpen. Het was onmogelijk dat hij, die zo zorgvuldig vermeed mij te kwetsen, die mijn heftigheid wist te sussen als hij het niet eens was met mijn Weltanschauung, zou vergeten mij uit te nodigen. Ik was te trots om het hem te vragen, maar ik werd meer en meer bezorgd en achterdochtig en bezeten van de gedachte de vesting van de Hohenfels binnen te dringen. Op een dag, net toen ik wilde doorlopen, draaide hij zich onverwacht om
Kom even binnen. Je hebt mijn kamer nog nooit gezien. Ik was doodsbenauwd, omdat ik totaal onvoorbereid was. Plotseling werden al mijn dromen werkelijkheid. En het liefst was ik weggerend. Hoe kon ik aan zijn ouders voorgesteld worden met mijn ongepoetste schoenen en mijn smoezelige overhemd? Precies zoals ik het in werkelijkheid en in mijn dromen zo vaak had zien gebeuren, hief hij zijn rechterhand en klopte even op de deur die openzwaaide om ons binnen te laten. Even was het alsof we in een ondoordringbare duisternis stonden. Toen raakten mijn ogen wat gewend en ik zag dat we in een grote hal stonden met aan de muren jachttrofeeën. Een reusachtige bisonkop, grote hertige weien, de roomkleurige tand van een olifant, waarvan de met zilver beslagen voet diende als paraplu-standaard. Ik hing mijn jas op en legde mijn tas op een stoel. Buigend naderde een bediende. De koffie is geserveerd, hoogheid. Conradin ging langs een donkere eiken trap naar de eerste verdieping. Langs wanden met eikenlambrisering waren een schilderij van een hertenjacht. Een afbeelding van vechtende herten en een portret van de overleden koning. We liepen door naar de tweede verdieping, waar weer schilderijen hingen. Luther voor Karel de Vijfde, de kruisvaarders trekken Jeruzalem binnen, en Barbarossa slapend in de Kyphoiser berg, terwijl zijn baard door een marmeren tafel groeit. Er stond een deur open. Ik zag een damesslaapkamer met een kaptafel vol kleine flacons met zilveren stoppen en schildpadden haarborstels. Er stonden wat foto's in zilveren lijstjes, duidelijk officieren. Maar één foto leek op Adolf Hitler. En daar schrok ik van. Ik had geen gelegenheid om iets te vragen. En bovendien wist ik onmiddellijk dat ik me vergist had. Wat deed een foto van Hitler in een slaapkamer van een von Hohenfels? Eindelijk waren we op zijn kamer. Het leek wel wat op de mijne, alleen was alles groter en ruimer. Conradin gaf me geen tijd het uitzicht op de prachtige tuin met de fontein en de kleine Dorische tempel te bewonderen. Hij repte zich naar een kast en met een gretigheid die bewees hoe lang hij op deze gelegenheid had gewacht, toonde hij mij zijn schatten. Griekse munten, een flesje van Cyprus, een beeldje van Sicilië, een opaalkleurige Syrisch glas, een Romeinse vaas en een klein bronzen beeldje van Hercules. De tijd vloog voorbij. En toen ik 2 uur later vertrok, had ik zijn ouders niet gemist. 14 dagen later nodigde hij me weer uit. Weer leken zijn ouders uit te zijn. En ik vond het niet erg, omdat ik toch wel tegen die ontmoeting opzag. Maar toen het zich voor de 4e maal herhaalde, kreeg ik achterdocht. Dit kon geen toeval zijn. En ik werd bang dat hij me uitsluitend vroeg als zijn ouders niet thuis waren. Hoewel ik me gekwetst voelde, durfde ik er toch niet naar te vragen. Maar de dag kwam waarop er geen ruimte voor twijfel meer bleef. Hans, ik heb een kaart voor de opera vanavond. Ze brengen Fidelio met Furtwängler als dirigent. Wil jij gaan? Ik moet vanavond met vader naar een collega-arts. Ik kan hem niet alleen laten gaan. Zo zat ik die avond in de stalles te wachten, tot het doek opging. Ik zag de president van de Republiek arriveren, die ons met zijn tegenwoordigheid kwam vereren. Maar het publiek nam nauwelijks notitie van hem. Alle ogen wendden zich naar de deuren van de eerste rij stallers, waardoor langzaam en majesteitelijk de familie von Hohenfels zijn entree maakte. Met een schok van verrassing herkende ik in de vreemde, elegante jonge man in smoking mijn hartsvriend. Hij werd gevolgd door de gravin in een zwarte kanten japon, een flonkerende tiara van diamanten in het zwarte glanzende haar, diamanten halssnoer en diamanten oorhangers.
die een blauwig licht wierp op de olijfkleurige huid. Dan kwam de graaf. Ik zag hem voor het eerst. Grijze snor, grijs haar. Met diamanten bezette ster op zijn borst. Daar stonden ze, gedrieën, superieur. In de verwachting dat de mensen hem met open mond aan zouden staren. Een recht dat 9 eeuwen geschiedenis hen had geschonken. Eindelijk gingen ze naar hun plaatsen. Eerst de graaf, dan de gravin, dan Conradin. Conradin keek, voor hij ging zitten, de zaal rond, boog en knikte tegen de mensen die hij herkende, even zelfverzekerd als zijn vader. Hij zag me. Zijn blik ontmoette de mijne. En ik was ervan overtuigd dat mijn aanwezigheid tot hem doordrong. Zodra het doek viel, haastte ik me naar de foyer. Het grote vertrek met de Corinthische marmeren zuilen. De spiegels in de vergulde lijsten. De rode tapijten. Hier wachtte ik, geleund tegen een van de pilaren. En met een zo hooghartig en misprijzend mogelijke blik. Op de verschijning van de Hohenfels. Waarom deed ik het? Ik wist immers dat binnen enkele ogenblikken mijn hart door een dolk steek zou worden doorboord. Waarom het risico lopen een vriend te verliezen? Waarom dat willen van een bewijs? Langzaam en majesteitelijk naderden ze. De gravin in het midden, knikkend naar bekende, of elegant gebarend, met haar van juwelen flonkerende hand. De graaf boog licht het hoofd naar kennissen en naar de president van de republiek, die met een diepe buiging antwoordde. De menigte week voor hen opzij en de processie schreed verder, ongehinderd, prachtlievend en dreigend. Nog 1 meter of 10 en dan kwamen ze bij mij die de waarheid wilde weten. Plotseling zag hij me. Hij glimlachte. Zijn rechterhand gleed omhoog naar zijn lapel, alsof hij een stofje wilde verwijderen. Toen waren ze voorbij. Plechtig schreden ze voort, als in de begrafenisstoet van een der vorsten deze aarde, op de maat van een onhoorbare treurmars, glimlachend en met geheven handen, alsof ze de menigte wilden zegenen. Toen de bel luidde voor de 2e acte, verliet ik mijn post, ging naar huis. En zonder mijn ouders te hebben gezien, ging ik regelrecht naar bed. Die nacht had ik een angstdroom. En ik gilde zo luid dat ik mijn beide ouders aan mijn bed zag toen ik wakker werd. Mijn vader nam mijn temperatuur op, maar hij kon niets bijzonders constateren. En de volgende ochtend ging ik gewoon naar school. Ik voelde me zo slap, alsof ik lang ziek was geweest. Conradin was er nog niet. Ik ging naar mijn plaats en deed alsof ik mijn huiswerk nakeek. Ik keek niet op toen hij binnenkwam. Toen de bel aan het einde van de les ging, kwam hij naar me toe. En legde beide handen op mijn schouders, wat hij nog nooit gedaan had. Hij vroeg me iets, maar stelde niet de meest voor de hand liggende vraag. Of ik Fidelio mooi had gevonden. Ik antwoordde zo gewoon mogelijk.
En later liepen we samen naar huis, alsof er niets gebeurd was. Een half uur speelde ik het spelletje mee. Maar ik wist heel goed dat hij begreep wat er in mij omging. Anders zou hij immers wel begonnen zijn over de avond van de vorige dag. Toen we op het punt stonden om afscheid te nemen, vroeg ik plotseling... Conradine, waarom wilde je me gisteravond niet zien? Hij moest die vraag verwacht hebben, maar toch gaf het hem een schok. Hij bloosde en werd toen bleek. Misschien had hij gehoopt dat ik het zou laten rusten en na een paar dagen de hele kwestie vergeten zou hebben. Hij begon te stotteren en mompelde iets van dat hij me helemaal niet had genegeerd. Dat ik me dingen verbeelde en dat ik overgevoelig was. En dat hij zijn ouders niet alleen had kunnen laten. Maar ik wilde niet luisteren. Ik zei... Luister, Conradine. Je weet heel goed dat ik gelijk heb. Denk je soms dat ik niet gemerkt heb dat je me alleen uitnodigt als je ouders niet thuis zijn? Geloof je nou echt dat ik me gisteren iets verbeeld heb? Ik moet weten waar ik aan toe ben. Je weet dat ik je niet wil verliezen. Voor jij kwam, was ik alleen. En ik zou nu veel meer alleen zijn als je me liet vallen, maar... Ik kan de gedachte dat jij je schaamde om mij en je ouders voor te stellen niet verdragen. Ja, begrijp me. Het kan me niet schelen dat ik je ouders niet op feesten en partijen ontmoet. Maar één keer, 5 minuten, wil ik ze ontmoeten. Zodat ik me geen indringer in jullie huis voel. Bovendien ben ik liever alleen dan dat ik me vernederd voel. Ik ben even goed als alle Hohenfels ter wereld. Ik zeg je dat ik me door niemand laat vernederen. Door geen koning, door geen prins... En door geen graaf. Dapper gesproken. Maar ik was bijna in tranen toen Conradine me in de rede viel. Maar ik wil je niet vernederen. Je weet dat jij mijn enige vriend bent. En ik ben op jou meer gesteld dan op iemand anders. Als ik jou verlies, verlies ik de enige vriend die ik kan vertrouwen. Hoe zou ik me voor je kunnen schamen? Weet de hele school niet dat we bevriend zijn? Zijn we niet samen op reis geweest? Heb je ooit eerder gedacht dat ik me voor je schaamde? En zoiets durf jij te veronderstellen? Ja. Ik geloof je nu wel. Waarom deed je dan gisteren zo anders? Je kon toch wel even met me gepraat hebben? Ik verwachtte niet veel. Alleen een groet of een glimlach was voldoende geweest. Waarom ben je zo anders als je ouders erbij zijn? Waarom mag ik ze niet ontmoeten? Jij kent mijn moeder en mijn vader wel. Spreek de waarheid. Er moet een reden zijn waarom je me niet aan hem voorstelt. En de enige reden die ik kan bedenken is dat ze mij niet goed genoeg vinden. Nou, vooruit dan. Je hebt het zelf gewild. Je wilt de waarheid weten, dan krijg je de waarheid. Je hebt het gezien. En hoe zou jij van alles en iedereen het niet hebben kunnen zien? Ik durfde je niet voor te stellen. De reden, en dat zweer ik bij God, heeft niets met schaamte van doen. Dat zie je verkeerd. Het is veel eenvoudiger en veel onaangenamer. Mijn moeder stamt uit een voorname, zelfs koninklijke Poolse familie. En ze haat Joden. Eeuwenlang hebben Joden voor haar geslacht niet bestaan. Ze waren minder dan lijfeigenen, het schuim der aarde. Ze veracht Joden. Ze is er ook bang voor, hoewel ze er nooit een heeft ontmoet. Als ze stervende was en er was geen andere arts dan je vader, dan weet ik nog niet of ze hem wel zou roepen. Ze zal de gedachte aan een ontmoeting met jou nooit overwegen. Ze is jaloers op je, omdat jij, een Jood, de vriend bent geworden van haar zoon. Ze vindt het een smet op het blazoen van de Hohenfels als ik met jou word gezien. Ze is ook bang voor je. Ze gelooft dat jij mijn religieuze gevoelens hebt ondermijnd en dat je in dienst staat van het internationale Jodendom. Wat een ander woord voor bolsjewisme is. En dat ik het slachtoffer van jouw duivelse manipulatie zal worden. Lach er niet om. Het is bloedernstig. Ik heb met haar gediscussieerd. Het enige wat ze zegt is... Arme jongen, begrijp je dan niet dat je al in hun macht bent? Je praat ook al net als een Jood. En als je de hele waarheid wilt weten... Ik heb moeten vechten voor ieder uur dat ik in jouw gezelschap ben. En het ergste is...
Ik durfde gisteravond niet met je te praten omdat ik je niet kwetsen wilde. Nee, mijn beste vriend. Je hebt geen recht me iets te verwijten. Geen enkel recht. En je vader dan? Mijn vader, dat ligt heel anders. Mijn vader kan er niet veel schelen met wie ik omga. Voor hem is een Hohenfels altijd een Hohenfels. Waar hij ook is en met wie hij ook omgaat. Misschien zou het anders zijn als je een Jodin was. Dan zou hij bang zijn dat je hem aan de haak wilde slaan. En dat zou je helemaal niet prettig vinden. Nou ja, als je misschien heel rijk zou zijn, dan zou je wellicht een mogelijk huwelijk overwegen. Maar ook dan zou je het verschrikkelijk vinden om de gevoelens van mijn moeder te kwetsen. Hij is nog altijd heel erg verliefd op haar. Kijk me niet zo aan met van die verschrikte hondenogen. Ben ik soms verantwoordelijk voor mijn ouders? Is mijn schuld soms? Kan ik er iets aan doen? Het wordt tijd dat we volwassen worden en dat we de werkelijkheid onder ogen zien. Je moet me accepteren zoals God en omstandigheden waaraan ik niets veranderen kan me gemaakt hebben. Ik heb geprobeerd dit allemaal voor je verborgen te houden. Maar ik had moeten weten dat ik jou nooit lang zou kunnen bedriegen. En ik had de moed moeten hebben eerder met je te praten. Maar ik ben laf. Ik kon je eenvoudig geen pijn doen. Maar het is ook niet helemaal mijn schuld. Jij maakt het wel heel moeilijk voor iemand om jouw opvattingen van vriendschap te delen. Jij vervraagt te veel van eenvoudige lieden, beste Hans. Probeer me te begrijpen en te vergeven. En laten we vrienden blijven. Ik gaf hem een hand, maar durfde hem niet aan te kijken uit vrees dat we een van beiden, of allebei, zouden gaan huilen. We waren immers pas 16. Langzaam sloot Konradin de ijzeren hekken die mij van zijn wereld scheidden. We wisten beiden dat het huis van de Hohenfels voor altijd voor mij gesloten was. Hij noedelde me nooit meer uit. En daar was ik blij om. We bleven vrienden alsof er niets gebeurd was. En ik kwam mijn moeder nog wel eens opzoeken, maar steeds minder. We wisten beiden dat het nooit meer hetzelfde zou worden. En dat dit het einde zou zijn van onze vriendschap en onze kinderjaren. En het einde liet niet lang op zich wachten. De storm groeide aan tot een tornado en kalmeerde niet voordat, ongeveer 12 jaar later, Stuttgart voor 3/4 verwoest was. Het middeleeuwse Ulm een puinhoop was geworden. En Heilbronn een ruïne waarin 12.000 mensen waren omgekomen. Toen ik na de zomervakantie, die ik met mijn ouders in Zwitserland doorbracht, op school terugkwam, drong de grimmige realiteit voor het eerst, sedert de Eerste Wereldoorlog, in het Karl-Alexander-gymnasium door. De school was tot die tijd een tempel van menselijke waarde geweest, waarin de Filistijnen met hun technologie en hun politiek niet hadden kunnen doordringen. Homerus, Horatius, Euripides en Virgilius waren belangrijker dan alle uitvinders en tijdelijke heersers der wereld. Tijdens de laatste oorlog waren er jongens van de school gesneuveld. Maar dat was met de Spartanen voor Thermopylae ook gebeurd. Sterven voor je land was gelijk aan het volgen van hun eeuwenoude voorbeeld. Deelnemen aan een politieke worsteling was iets heel anders. Onze geschiedenisleraren hadden ons nooit iets verteld over dat wat er na 1870 was gebeurd. Hoe konden ze ook, de stumperds, in de 2 uur per week die hen werden gegund om de Grieken en Romeinen, de Heilige Roomse Keizers, Frederik de Grote, de Franse Revolutie, Napoleon en Bismarck in onze hersens te stampen? Natuurlijk waren wij ook niet helemaal onwetend
over wat er buiten onze tempel gebeurde. Overal in de stad hingen reusachtige bloedrode aanplakbiljetten die Versailles en de Joden afwezen. Swastika's en hamer en sikkel ontsierden overal de muren. En lange optochten van werkelozen marcheerden door de straten. Maar zodra we binnen waren, stond de tijd stil en kreeg de geschiedenis de overhand. We kregen een nieuwe geschiedenisleraar. Meneer Pompetsky kwam midden september. Hij kwam uit de streek tussen Danzig en Koningsberg en was waarschijnlijk de eerste Pruis die op onze school les kwam geven. Zijn scherpe staccato-toon klonk de jongens, die gewend waren aan het volle, trage, Swabische dialect, vreemd in de oren. En zo begon hij zijn lessen. Heren, heren, er is geschiedenis en geschiedenis. Geschiedenis die nu in jullie boeken staat en geschiedenis die er spoedig in zal staan. Jullie weten alles van de eerste geschiedenis, maar niets over de tweede. Omdat bepaalde duistere machten die verborgen voor jullie houden. Laten ze we voorlopig duistere machten noemen. Machten die aan het werk zijn in Amerika, in Duitsland, maar vooral in Rusland. Die machten zijn heel knap verborgen, maar ze beïnvloeden onze leefwijze. Ze ondermijnen onze zeden en onze nationale erfenis. Jullie zult vragen, welke erfenis? Waar hebt u het over? Heren, is het niet ongelooflijk dat u dit moet vragen? Dat u nooit gehoord hebt van het onschatbare geschenk dat wij ontvangen hebben? Laat me u dan vertellen wat die erfenis de laatste 3000 jaar heeft betekend. Omstreeks 1800 voor Christus kwamen er enkele Arische stammen, de Doriërs, naar Griekenland. Tot die tijd was Griekenland een arm, bergachtig land, bevolkt door mensen van een lager ras. Het sliep machteloos, het tehuis van barbaren, zonder verleden of toekomst. Maar spoedig na de komst van de Ariërs veranderde dit beeld, totdat, zoals wij alle weten, Griekenland tot bloei kwam in de meest schitterende beschaving der mensheid. Zoals u alle weet, volgden duistere tijden na de val van Rome. Gelooft u dat het toeval is geweest dat spoedig nadat de Duitse keizers Italië veroverden, de Renaissance begon? Of is het waarschijnlijker dat het Duitse bloed de dorre Italiaanse velden bevruchtte? Kan het puur toeval zijn dat zo spoedig na de komst der Ariërs de twee grootste beschavingscentra gesticht werden? Zo ging het door, een uur lang. Hij vermeed zorgvuldig de duistere machten te noemen. Maar ik wist, en iedereen met mij wist het, wie hij ermee bedoelde. Na de les brak een heftige discussie uit, waaraan ik geen deel nam. De meeste jongens waren het erover eens dat het allemaal onzin was. Uit. Wat zou je dan zeggen van China en de Arabieren en de Inca's dan? Ach, heeft die idioot nog nooit van Ravenna gehoord? Maar hoofdzakelijk de dommere leerlingen vonden dat er wel wat in zijn theorie zat. Wat had anders de reden van de geheimzinnige opbloei van Griekenland zo kort na de komst van de Doriërs kunnen zijn? Maar wat ze ook van hem dachten, de sfeer op school was na de komst van Pompetsky totaal veranderd. Tot dan had ik nooit erger vijandschap met andere jongens ontmoet dan normaal tussen jongens van verschillende klassen en belangstelling. Niemand lette speciaal op mij en ik was nooit geconfronteerd met enige religieuze of racistische onverdraagzaamheid. Op een ochtend kwam ik op school en door de gesloten deur van mijn klaslokaal hoorde ik een heftige discussie. Het heeft altijd met de Joden te maken gehad en het zal altijd met de Joden te maken hebben! Ik deed de deur open en het gesprek stopte abrupt. Een groepje van 6 of 7 jongens stonden bij elkaar
En ze staarden me aan alsof ze hem nog nooit gezien hadden. 5 van hen schuifelden naar hun plaatsen. Maar 2, Bollacher, die al een maand lang nauwelijks een woord tegen me had gezegd, en Schultz, een agressieve dikke jongen, zoon van een arme dorpsdominee die zijn vader wilde opvolgen, keken me recht aan. Bollacher grinnikte stom. Maar Schultz greep naar zijn neus, alsof hij iets smerigs rook, en keek me uitdagend aan. Even aarzelde ik, maar toen bedacht ik me. Er was al te veel gif in de schoolsfeer binnengedrongen. Ik ging naar mijn plaats en deed alsof ik mijn huiswerk nog even nakeek. Net als Konradin, die deed alsof hij het te druk had om iets te horen of te zien. Bollacher, aangemoedigd door mijn slappe gedrag, kwam op me af. Waarom ga je niet terug naar Palestina, waar je vandaan komt? Hij nam een stukje papier uit zijn zak, likte eraan en plakte het op mijn bank. Er stond op: de Joden hebben Duitsland geruïneerd. Volk, ontwaak. Neem het weg. Neem het zelf weg. We denken er wel om. Als je dat doet, dan breek ik al je botten. De meeste jongens, ook Konradin, stonden op om te zien wat er ging gebeuren. Ik was te bang om te aarzelen. Ik sloeg Bollacher zo hard ik kon in zijn gezicht. Hij struikelde en kwam toen op mij af. Het ging om een nazi tegen een Jood. En ik vocht voor een betere zaak. Dit hartstochtelijke gevoel had me er wellicht niet doorgesleept als Bollacher, toen ik zijn slag ontdook, niet gestruikeld was en tussen 2 banken terecht was gekomen, net op het moment dat Pompetsky binnenkwam. Bollacher kwam overeind, met tranen van vernedering in zijn ogen. Wees hij op mij en zei: Schwartz is begonnen. Waarom sloeg je Bollacher? Omdat hij me beledigde. Hij beledigde jou? Wat zei hij dan? Dat ik terug moest gaan naar Palestina. Maar dat is toch geen belediging, mijn beste Schwartz. Dat is een hele gezonde, vriendelijke raad. Alle 2 zitten. Als je vechten wilt, dan vecht je maar buiten zoveel je wilt. Maar denk er wel om, Bollacher, dat je geduld moet hebben. Alle problemen zullen zich spoedig oplossen. En nu beginnen we aan de geschiedenisles. 'S Middags wachtte ik tot iedereen weg was. Ergens koesterde ik de zwakke hoop dat Konradin op mij zou wachten. Dat hij me zou helpen en troosten, nu ik hem zo nodig had. Toen ik wegging, was de straat kil en leeg als het strand op een winterdag. Vanaf dat moment was ik alleen. Vrijwel niemand sprak meer tegen me. Zelfs de oude leraren leken me vergeten te zijn. Ik was er bijna blij om. Het lange, wrede proces van ontworteling was begonnen. De lichten die me hadden geleid doofden. Toen, op een dag begin december, nam mijn vader me mee naar zijn spreekkamer. Ga zitten, Hans. Ik moet met je praten. Wat ik je nu zeg zal een schok voor je zijn. Moeder en ik hebben besloten je naar Amerika te sturen. We hebben familie in New York en die zullen voor je zorgen en ook voor je verdere studie. Wij geloven dat het voor jou het beste is. Je hebt niet verteld wat er op school gebeurd is, maar we begrijpen dat je het niet makkelijk hebt gehad. Het zal niet zo lang duren. Ons volk zal binnen een paar jaar wel weer tot zijn verstand komen. Wij blijven hier. Dit is ons vaderland en ons huis en we laten het, die Oostenrijkse hond, niet van ons afnemen. Ik ben te oud om nog te veranderen, maar jij bent jong.
Je hebt je hele toekomst nog voor je. Nee, spreek me nu niet tegen, want dan maak je alles nog veel moeilijker. En hou in godsnaam je mond hierover. En zo werd het geregeld. Met de kerstvakantie ging ik van school. En op 19 januari, ongeveer een jaar nadat Conradine in mijn leven gekomen was, vertrok ik naar Amerika. Vlak voor mijn vertrek kreeg ik 2 brieven. De eerste brief was een gedicht. Gezamenlijk werk van Bollacher en Sjoerd. Kleine Jood, we zeggen je vaarwel. De groeten aan Mozes en Isaac in de hel. Kleine Jood, waar ga je nou naartoe? Koop in Australië maar een kangoeroe. Kleine Jood, kom je nooit terug. Want dan breken we je rottige rug. De tweede luidde. Mijn beste Hans, dit wordt een moeilijke brief. Allereerst moet ik je zeggen dat ik erg bedroefd ben dat je naar Amerika vertrekt. Het zal niet makkelijk zijn voor jou, die zoveel van Duitsland houdt, daar een nieuw leven te beginnen. Een land waar jij en ik niets mee gemeen hebben. En ik kan me voorstellen hoe ongelukkig je bent. Aan de andere kant is het waarschijnlijk heel verstandig van je. Het Duitsland van morgen zal anders zijn dan het Duitsland dat wij kennen. Het zal een nieuw Duitsland zijn, onder de leiding van een man die ons lot en het lot van de wereld voor eeuwen zal bepalen. Je zult geschokt zijn als ik je zeg dat ik in die man geloof. Alleen hij kan ons geliefde vaderland redden van het materialisme en het bolsjewisme. Alleen door hem kan Duitsland het morele overwicht herwinnen dat het door eigen dwaasheid heeft verloren. Je zult het er niet mee eens zijn, maar ik zie voor ons land geen andere hoop. We hebben de keus tussen Stalin en Hitler, en dan kies ik Hitler. Zijn persoonlijkheid en zijn ernst hebben meer indruk op me gemaakt dan ik mogelijk had geacht. Ik heb hem onlangs ontmoet toen ik met mijn moeder in München was. Uiterlijk is hij een kleine, nietszeggende man. Maar als je naar hem luistert, word je meegesleept door de kracht van zijn overtuiging, zijn ijzeren wil, zijn inspiratie en zijn profetisch inzicht. Toen mijn moeder afscheid van hem nam, was ze in tranen en ze zei voortdurend: hij is een godsgeschenk. Het spijt me meer dan ik zeggen kan dat voor jou de eerste paar jaren in dit nieuwe Duitsland geen plaats zal zijn. Maar ik zie geen enkele reden waarom je later niet terug zou komen. Duitsland heeft mensen zoals jij nodig. En ik weet wel zeker dat de Führer heel goed in staat en bereid is te kiezen tussen de goede en de ongewenste Joodse elementen. Ik ben blij dat je ouders besloten hebben hier te blijven. Natuurlijk zal niemand hen lastigvallen en kunnen ze hier in vrede en veiligheid leven en sterven. Misschien zullen onze wegen elkaar nog eens kruisen. Ik zal altijd aan je blijven denken, beste Hans. Je hebt grote invloed op me gehad. Je hebt me geleerd na te denken en te twijfelen. En door die twijfel onze Heer en Heiland Jezus Christus te vinden. En dus ging ik naar Amerika. En daar ben ik nu al 30 jaar. Ik ging naar Harvard en studeerde daar rechten. Ik haatte het. Ik had immers dichter willen zijn. Maar mijn oom vond dat onzin. Ach wat, dichter. Denk je soms dat je een Schiller bent? En wat verdien je daarmee? Nee, Hans. Eerst rechten studeren. En dan kun jij in je vrije tijd zoveel gedichten schrijven als je wilt. Op mijn 25e trouwde ik met een meisje uit Boston, bij wie ik 1 kind heb. Ik heb het allemaal niet slecht gedaan. De meeste mensen zouden zelfs zeggen dat ik succes heb. Ik heb alles. Een flat met uitzicht op Central Park. Een huis buiten New York. Ik ben lid van verschillende Joodse clubs. Maar ik heb nooit gedaan wat ik echt had willen doen. Een goed boek schrijven. Of 1 mooi gedicht. Daarom vind ik mezelf diep in mijn hart mislukt. Niet dat het er veel toe doet.
Mijn ouders zijn dood. Ik ben blij dat ze niet in Bergbals eindigden. Op een dag stond er een nazi in uniform voor de deur van mijn vaders spreekkamer met een bord: Duitsers, wees op uw hoede. Mijd alle Joden. Wie dat niet doet, bevuilt zich. Mijn vader trok zijn officiersuniform aan met al zijn onderscheidingen, waaronder het IJzeren Kruis eerste klasse, en ging naast de nazi in de houding staan. Die nazi werd steeds zenuwachtiger. En langzamerhand verzamelde zich een hele menigte voor ons huis. Eerst stonden ze er zwijgend. Maar toen het aantal groeide, ging het gemompel over in agressief en vijandig hoon. Maar het was gericht tegen de nazi. En die moest al gauw verdwijnen. Hij kwam niet terug en werd ook niet vervangen. Een paar dagen later, toen mijn moeder al sliep, heeft mijn vader de gaskraan opengezet. En zo zijn ze gestorven. Sinds hun dood heb ik zoveel mogelijk ontmoetingen met Duitsers vermeden en geen Duits boek meer ingekeken. Zelfs Hölderlin niet. Ik probeer te vergeten. Maar natuurlijk ben ik ook wel goede Duitsers tegengekomen die in de gevangenis hadden gezeten omdat ze tegen Hitler gestreden hadden. Maar ik overtuig me eerst van hun verleden voor ik ze de hand geef. Je moet heel erg oppassen met Duitsers. Hoe weet je dat degene met wie je praat niet zijn handen gedoopt heeft in het bloed van je vrienden of familieleden? Maar omtrent deze mensen bestond niet de geringste twijfel. Ondanks hun verhalen over verzet hadden ze toch nog een soort schuldgevoel. En ik had medelijden met ze. Maar ook tegenover hen deed ik alsof het me moeite kostte Duits te spreken. Natuurlijk kan ik het nog perfect, zei het met een Amerikaans accent. Maar ik doe het niet graag. Op een dag ontmoette ik iemand uit Württemberg en ik vroeg wat er met Stuttgart gebeurd was. Voor 3/4 verwoest. Wat is er met het Karl-Alexander Gymnasium gebeurd? 1 puinhoop. Waarom lach je? Oh, nergens om. Ik zie er niets komisch in. Ik begrijp de grap niet. Nergens om. En het is ook geen grap. Wat kon ik anders zeggen? Hoe kon ik het hem uitleggen als ik mezelf niet begreep? Dit alles kwam weer bij me boven toen er plotseling, uit het niets, een verzoek, vergezeld door het namenlijst, kwam van het Karl-Alexander Gymnasium om een bijdrage voor een gedenkteken voor de leerlingen die in de Tweede Wereldoorlog gevallen waren. Ik weet niet hoe ze aan mijn adres gekomen waren. Ik kon het niet begrijpen hoe ze te weten gekomen zijn dat ik 1000 jaar geleden één van hen was. Mijn eerste impuls was alles meteen in de prullenmand te gooien. Waarom zou ik me druk maken over hun dood? Ik had niets met hen te maken, absoluut niets. Dat deel van mij had nooit bestaan. Ik had 17 jaar uit mijn leven weggesneden, zonder hen iets te vragen. En nu vroegen ze een bijdrage van mij? Ten slotte veranderde ik van besluit. Ik las het verzoek. 400 van de jongens waren vermist of gedood. Dan volgde de alfabetische lijst van hun namen. Ik las de lijst door en sloeg de H over. Adalbert Fritz, gevallen in Rusland in 1942. Ja, er had een Adalbert in mijn klas gezeten. Maar ik kon hem mij niet meer herinneren.
Ook de volgende niet. Berends Karl. Vermist in Rusland, vermoedelijk gevallen. Dat waren jongens die ik jaren geleden gekend had. Die eens geleefd hadden. Vol hoop op een toekomst. Net als ik. Frank Koert. Ja. Ja. Hem herinnerde ik me. Een van de drie jongens met culturele belangstelling. Een aardige jongen. Het speet me voor hem. Müller Hugo. Vaag herinnerde ik me een blonde jongen met kuiltjes in zijn wangen. Arme kerel. Bollacher. Gevallen. Graf onbekend. Hij verdiende het. Als iemand het verdiende, was hij het wel. En hetzelfde geldt en gold voor Schulz. O, wat herinner ik me die goed. En ook een gedicht was ik niet vergeten. Hoe begon het ook weer? Kleine Jood, we wensen je vaarwel. De groet aan Mozes en Isaac in de hel. Ja, zij verdienden het. Als iemand het verdiende, dan zij wel. Zo liep ik de hele lijst door, behalve de namen die begonnen met een H. En toen ik klaar was, wist ik dat 26 van de 46 jongens uit mijn klas gestorven waren voor das tausendjährige Reich. Toen legde ik de lijst opzij en wachtte. Ik wachtte 10 minuten, ik wachtte een half uur. Voortdurend mijn blik gericht op het drukwerk, afkomstig uit de hel van mijn verleden. Ik werkte wat. Telefoneerde een paar keer, dicteerde wat brieven. En nog kon ik mezelf niet dwingen de enige naam die me achtervolgde op te zoeken. Ten slotte besloot ik het ellendige papier te verscheuren. Wilde, of moest ik het dan werkelijk weten? Wat voor verschil maakt het of hij dood was of leefde? Ik zou hem toch immers nooit meer terugzien. Hoe kreeg ik zekerheid? Was het totaal onmogelijk dat de deur openging en dat hij binnen zou komen? En luisterde ik zelfs nu niet of ik zijn voetstappen hoorde? Ik nam het boekje om het te verscheuren. Maar op het allerlaatste moment hield ik me in. Ik vermande me. Bevend opende ik het bij de letter H. En las von Hohenfels, Konradin, betrokken bij het complot Hitler te doden, onthoofd. Klasse Reunie was een spel van Tuuk Buitenhuis, naar Fred Ulmens novelle Reunion. Hans Schwartz, de verteller, was Wim Kouwenhoven. Konradin van Hohenfels, Kees Broos. Vader en moeder Schwartz waren Jaap Mareveld en Gerry Mantel. De eerste leraar was Hans Veerman. Pompetski, Hans Karstenbarg. Bollacher werd gespeeld door Olaf Wijnands. Daarnaast hoorde u de stemmen van Joop van der Donk en Paul van Oort. De regie had Ad Leupler.